Erik, we zijn even bij jou in de winkel. Eigenlijk winkel, ja, wat is het eigenlijk? Een winkel voor particulieren. Met als doel sanitaire artikelen te verkopen, maar ook te helpen met ontwerpen en dat soort dingen meer. Met een grote toonzaal van 900 vierkante meter. Buiten de corona om kun je een afspraak maken, kunnen we mensen helpen aan tafel. Ontwerp maken, uitzoeken. Het is nu zo dat je kunt dus nu dingen bestellen en dan op een bepaald tijdslot kan je het ophalen. Maar ik begreep ook dat jij ook op bezoek gaat bij klanten. Op verzoek gaan wij thuis meten bij de klant. Dat we in ieder geval de situatie zien. Vaak stuurt de klant een soort moodboard. En aan de hand daarvan gaan we een offerte maken. En die bieden we dan aan. En dan als mensen toch de materialen willen zien, kunnen we bij de achterdeur. En kunnen we dan even een moodboard op een karretje maken. En dan kunnen ze toch even zien hoe de kleur eruit ziet en dat soort dingen meer. En dat werkt perfect. Maar jullie hebben ook jullie eigen merken en ook topmerken. Nou, jullie zitten zowel in de lage kant als ook in de hoge segment. We proberen een zo breed mogelijk assortiment weer te geven. Hè. Dus door middel van ons huismerk Shiny Select. Daarbij hebben we nog label Ben. Dat zit in het middensegment. En we hebben natuurlijk de A-merken. Zoals bekend Grohe, Fiedel en Boch. Je kunt bij ons op alle manieren kun je terecht. Want ik heb ook wel het idee dat het bij jou heel veel... Hoe goed wil gaan. Ik merk gewoon dat heel veel dingen toch mond-op-mond reclame heeft bepaald dat wij hier nu succesvol zijn hier op deze locatie. Mensen weten ons te vinden. De website zit er goed bij. Jullie hebben ook een grote organisatie achter hier staan. En aangesloten bij een grote landelijk concern. Daar kopen wij op in. Die zorgen ervoor dat wij de juiste spullen krijgen tegen de juiste prijs. En die dus ook weer naar de klant kunnen doorvertalen met een goede kwaliteitsverhouding. Als je het over die A-merken hebt, die heb je ook tegen een concurrerende prijs. Natuurlijk zijn er bedrijven die daar nog weer onder doorgaan, maar dat hou je altijd. We stellen één ding natuurlijk, dan krijg je een pallet van het mooie materiaal thuis. Maar het installeren, adviseren jullie daar ook in of hebben jullie daar invloed op? Ja, we hebben eigenlijk drie opties. Hè. We hebben de do-it-zelfers, mensen die het zelf organiseren. Landelijk, via de landelijke organisatie kunnen wij een installatie organiseren. Of we helpen een beetje met connecties die wij hier in Groningen hebben, zodat mensen wel de juiste partij krijgen. Van het moment dat ik het besteld heb en dat ik gebruik wil maken van mijn douche, wat voor tijdspanne is dat dan? Als je nu een badkamer zou bestellen bij mij, dan zou ik die volgende week al in huis kunnen hebben. Want je hebt natuurlijk ook mensen die bezig zijn met hun huis aan het kopen en die gaan kijken, die gaan shoppen, wat heb ik nodig? Want je hebt een badkamer, je hebt een douche. Dat bestellen ze dan en dan kan je op afroep bij jou laten binnenkomen. Afroep doen. En jullie plek is natuurlijk ook fantastisch. Hè? Veel parkeergelegenheid, direct vanaf de ringweg. Kun je gewoon bij het pand kun je parkeren, aan de voorkant of aan de achterkant. Het is gratis, goed bereikbaar vanaf de ringweg. Waar het natuurlijk ook om komt, is om jou namens het bestuur en ook alle spelers en ook de supporters te bedanken dat je ondanks de corona en eigenlijk geen wedstrijd gezien hebt, toch trouw bent gebleven aan de club. En we hopen natuurlijk ook dat je volgend jaar bij een van de eerste thuiswedstrijden weer op je vaste stekje staat. En dat we je weer mogen verwelkomen. Ja, dat was wel de bedoeling. Ja. Klopt. En ik verheug me erop als we weer aan de bak mogen.